Nou, dit eet ik dan nu. Prei, en daar zit dus room door en roomboter en currypoeder. Hele goede morgen. Ja, er dribbelt hier al iemand om me heen. Ben je naar buiten? Wil je even naar buiten? Ja? Nee, je mag wel even in de tuin. Oh, wacht even hoor. Ja, ga jij maar even in de tuin. Ze wil blijkbaar even in de tuin. Nou, ik ga zo weer te lopen. Ik weet niet waarom ze in de tuin wil. Misschien ruikt ze iets of zo. Denk het. Oh, de egel is waarschijnlijk geweest. Nou, zij gaat wel even in de tuin. Ze krabbelt wel weer aan de deur als ze naar binnen wil. Ja, daar was ik weer. Goedemorgen. Inmiddels is het 8:15. Ik ga zo Timo even naar... zonde. Ik heb appels op de markt gekocht. Maar die zijn echt kwalitatief slecht. Dat wilde ik zeggen. Timo zou even naar zijn werk brengen. Dan kan ik zijn fiets naar de fietsenwagen brengen. Dus dat ga ik straks even regelen. Dan ga ik vervolgens hier in huis puinruimen. En ik wil wat kookvideo's opnemen. En vandaag ga ik laten zien wat ik de hele dag eet. En ik ga dus beginnen met een shake. Maar ik denk dat die wordt nadat Timo naar het station heb gebracht. Dus ik moet even horen of ik nog tijd heb om die shake leeg te drinken. Eenmaal mee. Let op, hè. Ze komt nu binnen en nu weet ze dat er eten staat. Ze is nog niet uitgesnuffeld, af toch wel. Ja? Ik denk dat ze wel naar binnen wil. Let op, hè. Daar gaat ze. We nemen de kortste weg tegenwoordig. Ja, en dit zijn dus modem 2 en modem 3, die ook niet werken. Goed, kind is naar het station. Ik ga ontbijten. En mijn ontbijt is eigenlijk altijd hetzelfde. Ik wil nog wel eens afwisselen in het weekend, maar ja, ik vind het gewoon lekker. Ik vind het is makkelijk. Het past binnen koolhydraatarm eten. En ik ben 's ochtends gewoon niet in staat om iets anders door mijn keel te duwen dan wat vloeibaar is. In elk geval niet als ik aan het werk ben, zeg maar. Ik zie hier nu nog wat staan. Dus ja, één momentje, ik moet even iets checken. Ja, zie je wel, ik had echt gelijk. Dus ik kies eigenlijk altijd voor de shake. Ik gebruik de Smart Protein Shake van Body & Fit. Die zijn laag in koolhydraten en gewoon super goed van smaak. Ik heb op het moment deze smaak, de Frozen Cappuccino. En voor een beetje extra pit doe ik daar nog een schepje koffie door. En ik maak de shake met amandelmelk. En dat is gewoon deze ongezoete amandelmelk. Let daarop als je amandelmelk koopt, dat het wel ongezoet is. Ik doe 300 ml amandelmelk. En ik doe 2 schepjes shake erin. Nou, dat kan ik dus... Het is lastig filmen. Ik ben mijn standaard heb ik ergens liggen. Ik weet niet waar. Ik denk boven. Maar 2 schepjes shakepoeder doe ik erin. En 1 schepje koffie. Dus even een momentje. Dat was de koffie. Oh ja, en een balletje. En dan 2 schepjes shakepoeder. Dat is 2. En ik doe dat dubbel, omdat het anders wel heel weinig calorieën is. En dit is dus echt een eiwitshake. En de rest van de dag eet ik vooral veel vetten en een aantal koolhydraten. En een klein beetje, en ook eiwitten natuurlijk. Maar dit is wel even lekker een boost. Dus ik moet even de dokter opdraaien en dan ga ik me even shaken. Goed dicht doen. En daarbij neem ik een 0,8 liter water. Dan denk je, waarom zoveel? Nou, ik merk dat ik 's ochtends gewoon na een nacht niet drinken echt dorst heb. Ik kan er zelfs hoofdpijn van krijgen. Dus ik drink een bak met water. Gewoon kraanwater. Niks, geen gedoe met water uit flesjes of zo. Dat doe ik alleen als ik echt niet anders kan.
Maar een super groot schaamwater. Nou, en dan zal ik even het aanrecht schoonvegen. Die shakepoeder knoeit altijd om een of andere reden. Is dit mijn ontbijt? Terwijl achter me de eitjes koken voor het, de lunch en voor de lunch van andere dagen, neem ik nu een snackworstje. Dat is mijn tussendoortje voor 10 uur vandaag. Dat kan ik makkelijk eten. En die vind ik lekker. Dus we gaan lekker een snackworstje eten. Nou, dat vind ik het leuke van dat je volwassen kinderen hebt. We kunnen samen gaan stemmen. Dus dat gaan we nu even doen. En daarna gaan we oud papier wegbrengen en naar de apotheek medicatie voor hem ophalen, hopen dat het er nu wel is. En wat gingen we nog meer doen? Ik weet het niet meer. Nou ja, in elk geval gaan we naar het stembureau lopen. Nou, wij hebben gestemd daarachter. Daar staan de vlaggetjes. En het grappige is, er zitten altijd collega's van mij bij het stembureau. En dan kom je aan met je paspoort en dan moeten ze controleren of ik ben. Dus, maar ja, ik word elk jaar goedgekeurd, dus dat is fijn. We gaan oud papier wegbrengen. Ja, het helpt als je je camera uit de auto haalt. Ik wilde zo eens even gaan filmen wat ik ga eten voor lunch. Oh ja, moet je ook brood uit de vriezer halen, is ook een idee. Dus dat ga ik eerst even doen. Dat ga ik lekker roosteren. En dan ga ik er een eiersalade op maken. En dan doe ik er sla bij, want ik heb geen komkommer meer. Ik moest even denken. Ja, de was hangt lekker. Dus dat is ook wel weer fijn. Komt dat ook weer goed. En ik was Formule 1 aan het kijken, want er is vrije training van Monaco. Dus altijd donderdag. Vrijdag is daar een soort van niksdag. Feestdag geloof ik of zo. Iets in die trend. Nou, die eiersalade maken is heel makkelijk. Je hakt twee eieren. Je doet daar mayonaise bij naar jouw smaak. Zout, peper, curry en een klein beetje verse bieslook. En dan lekker op een geroosterd broodje. En ik maak hem nu alvast even. Want dan kan hij straks lekker in de koelkast even staan. En dan kan ik hem op mijn broodje doen. Heerlijk. En ik doe gewoon ijsbergsla. Maar dat laat ik straks wel even zien. Ik ga nu eerst even de salade maken. Nou, gewassen bieslook. Nog even al even liggen drogen. Ik moet even mijn... De kleine. Mijn anti-slipmatje hebben. Nou, deze hak ik even fijn. Ik moet het ook knippen hoor, maar ik had het mes toch al klaar liggen. Wel eraf vegen natuurlijk. Ik merk, deze snijplank heeft een randje aan één kant en aan de andere kant ook. Dat is niet handig met dit Santoku mes, merk ik. Dus je moet een beetje scheef snijden. Ja, het is natuurlijk ook maar een kleine eiersalade, dus een klein beetje bieslook, anders overheerst de smaak. Dat doe ik alvast in een bakje. Gewoon een plastic bakje. Twee eieren, die hebben afliggen koelen in het water. Die had ik al gepeld. Dus die droog ik eventjes af. Gewoon in een papiertje, keukenpapiertje. Dat ze gewoon droog zijn. Anders dan wordt je salade heel snel vochtig. Dat is niet lekker. Nou, gewoon hardgekookte eieren. Ik heb er nu twee. Het kan ook met één. Ik had toevallig twee. Dat betekent wel dat ik de rest van de dag geen eieren meer eet.
kijk wel uit dat je iets langs je mes afveegt, hè, dat je het niet op jezelf, jezelf snijdt. Nou, dat kan er ook bij in. En jullie weten waarom er een gat in de snijplank zit, hè, zodat er spullen doorheen kunnen. Dat scheelt weer knoeien. Zo, dat in de vaatwasser gelijk, want dat heb ik niet meer nodig. Beetje peper. Heel klein beetje zout. Ik vind een beetje curry erg lekker. En mayonaise, ongeveer een eetlepel gok ik. Nou, wees eens doorroeren en kijk hoe die is. En als het vers gemaakt is, dan is het wel het allerlekkerste als je hem heel even een kwartiertje, 20 minuten laat staan. Nou, kijk, hij is klaar. Dus ik ga even mijn brood roosteren en dan kan het zo op brood. En weer opruimen natuurlijk, want dat hoort er ook. Ja, de broodjes geroosterd en weer af laten koelen. Want anders dan wordt de eiersalade weer warm, dat is niet lekker. Nou, die heb ik natuurlijk even geproefd of die op smaak was en die was hartstikke lekker. Dat stapel ik nu op twee broodjes. Het gaat niet passen, maar de rest eet ik gewoon wel op. Je kunt het ook bewaren, maar ik vind hem dan niet lekkerder worden. Zo. Nou, dit is nog over, dat eet ik gewoon op. En daarbij heb ik gewoon, kunnen jullie het zien, een witlofsalade. Fijn gesneden witlof, beetje mayonaise erdoor. Echt gewoon een eetlepel, een halve eetlepel denk ik. En dit ga ik lekker op smikkelen. En daarbij drink ik weer een 0,8 liter water. Gewoon goed blijven hydrateren. Ik merk dat ik daar het beste op doe. En dat geldt niet voor iedereen hoor. Maar ja, onderzoeken wijzen uit dat als je wilt afvallen, dat water drinken soms toch ook wel verstandig is. Hoewel de nieuwste onderzoeken weer tegenspreken. Maar ja, ik merk gewoon als ik niet genoeg drink, dat ik gewoon ja, hoofdpijn krijg en me niet lekker ga voelen. Dus ik drink gewoon lekker veel. Nou, meestal zo rond een uur of vier is het tijd voor een middagsnack. Het is nu 4:30. En ik heb trek in wat. Vaak neem ik een handje noten en een stukje kaas. Dus dat ga ik nu ook even regelen. Nieuwe zak noten. Nou, meestal doe ik gewoon een paar nootjes. Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6 of zo. Eentje voor de lekker. Een zak zoeken als je in kan. Zo. Nou, mijn snack. En ik heb nu geen snoeptomaatjes, maar ik pak er vaak ook nog even snoeptomaatjes bij. Maar die zijn op. Inmiddels heb ik de vrije training nummer 2 gekeken met Verstappen. Nou, weinig Verstappen gezien, die had een autolek. Ik wacht even die uit, anders hoor je me niet. Ik ben inmiddels aan het koken. De jongens eten spersieboontjes. Daar ben ik echt geen fan van. Met gekookte aardappeltjes en een worstje. Dat is gewoon voor 2 dagen uiteraard. En ik eet zelf straks lekker prei. En daar maak ik met de Blue Band finesse. En een beetje curry en ja, room van. Een room, curry, roomsaus. Dat vind ik echt super lekker. En daarbij eet ik vis. Die liggen hier al te ontdooien. Ik ben alleen mijn viskruiden vergeten. Dus dat is wel jammer. Maar goed, dat zijn maar even zo. Zo meteen even Timo ophalen. Die is ongeveer met een 20 minuten op het station. 25 minuten. Dan is dit ongeveer ook klaar. Dus Marijn moet het maar even afgieten. Mijn eten kan gewoon wachten tot ik terug ben. Dan maak ik dat even. Nou ja. Dat was het al een beetje. Ik heb echt alleen maar ja, de was nog opgeruimd en afgehaald. En ik heb met Puk op schoot gezeten en een rondje met de hond gelopen. En allemaal dat soort dingen, zeg maar. En nu ga ik even verder. Nou, en dit eet ik dan nu. Prei, en daar zit dus room door en roomboter en currypoeder. En vis, pangasiusfilet,
twee stukjes. Dus dat ga ik lekker opsmikkelen. Nou, en dit is mijn laatste hapje van de dag. Een klein schoteltje met stukjes kaas, walnootje en een bosje. En inmiddels heb ik al heel veel koppen thee gehad, water en één glas frisdrank drink ik. Maar dat is suikervrije frisdrank. Ik moet dus even spieken, Valerie kan de puk ophalen. Ik heb vandaag helder gehad. Dat is van de Jumbo, gewoon goedkoop. En lekker drinken. En dan neem ik altijd één glas van. Nou, dat was zeg maar een beetje wat ik eet op een dag. Ik ga dit nog even opeten en dan is de dag van mij weer om. Ja, bedtijd. Het is mooi geweest. Het is 10 uur. Ik ben kapot. Moe. En ja, ik heb natuurlijk al de hele week last van een soort migraine, hoofdpijn. Dat wordt nou ook niet echt minder, zeg maar. Even de parapluband een beetje redden. Dat wordt binnenkort 4 touwtjes, zeg maar. En dan kan hij daar mooi binnen staan. Puk is weer opgehaald voor de bed. Dat is wel fijn dat hij weer lekker bij Valerie kan zijn. Dat vindt ze toch altijd. Dat hoort ook zo. En ik ga lekker daar liggen. En ik zie jullie morgen in een nieuwe video. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien wat ik eet. Normaal gesproken eet ik ook nog wel meer groenten. Maar ik had niet zoveel trek vandaag. Oké, ik heb vergeten te filmen dat ik nog een halve komkommer heb gegeten. Dus uiteindelijk heb ik een halve komkommer gehad. En een stronk witlof. 2 stronken waren dat eigenlijk, moet ik zeggen. En wat heb ik als avondeten? Oh ja, de prei. Hartstikke lekker. 400 gram prei. Vind ik echt zo lekker prei. Maar ik kan het niet te vaak eten. Want ik krijg echt last van mijn darmen van prei. Maar ja, dat is nou een keer wat er dan. Ja, daar kies je dan ook voor. Ik ga nog even een spelletje bingo spelen. En dan ga ik gewoon lekker slapen. Ik zie jullie morgen in een nieuwe video. Heel fijn dat je gekeken hebt. Dankjewel daarvoor. Vergeet niet om te abonneren. Dat kan hier beneden als je dat nog niet gedaan hebt. Die grote rode knop kun je indrukken. Is gratis. Kost helemaal niks. En ik vind het superleuk. En je helpt mij op weg naar de 1000. Morgen dus weer een nieuwe video. Kijk je deze nou 's morgens, dan een hele fijne dag. En kijk je hem 's avonds, dan slaap lekker. En heb een mooie droom. Doei!